Haaglanden Voetbal TV met een nieuwe aflevering van Oude Glorie aan tafel. Dit keer onze gast Rini Toet, wel bekend van de voetbalvereniging WIC. Dadelijk na de reclame. Blijf kijken dus. Freekick Sport, de specialist op het gebied van voetbal en hockey. Wij hebben de gezelligste winkel met de beste merken, deskundige mensen en een fantastisch assortiment. Kijk op onze Facebookpagina en webshop of kom langs op het De Savornin Lohmanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. Restaurant en partycentrum Puur aan de Vliet. Reserveer en geniet. Puuraandevliet.nl met dubbel R. Voor alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden, groot of klein, al bijna 100 jaar voor zowel bedrijf als particulier, is Van Vlodorp uw erkende installateur in de regio Haaglanden. Geen voorrijkosten en vraag vrijblijvend een offerte aan. Van Vlodorp elektrotechnisch bedrijf. Behang en woninginrichting Paradijs, John van Zweden. Alle merken behang, raam- en wandbekleding en vloeren. Kom langs in onze winkel. 2 etages woonplezier. Behang en woninginrichting Paradijs John van Zweden. Oude Haagweg 20, Den Haag. Het wapen van Zoetermeer. Voor elke gelegenheid een unieke locatie. Kijk voor meer informatie op hetwapenvanzoetermeer.nl. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Café Locus. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal TV. Weer een nieuwe aflevering van Oude Glorie aan tafel. Dit keer mijn gast, Rini Toet. En als ik Rini Toet zeg, dan heb ik het natuurlijk ook over WIC uit het Zuiderpark. Rini, hartelijk welkom. Dank je, Tom. Als ik praat over Rini Toet en ik praat over WIC, dan heb ik het wel over een clubman. Een man waar clubliefde nog hoog in het vaandel staat. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dat klopt. Wij zijn eigenlijk met de kinderwagen op WIC binnengebracht en ik ben nooit meer weggegaan. Ik ben nu 65, dus... En wat dat betreft, je ziet natuurlijk wel de gasten die zijn clubhopper en dat soort dingen meer. Ja. Ja, dat was in jou niet besteed. Het is altijd WIC gebleven. Ja, samen met broer en nog wat mensen hoor, maar André Losheid. Ja, maar dat zijn een beetje ook weer van de oude garde natuurlijk, hè? Ja. Zeker. Wat maakt WIC nou zo bijzonder? Ja, het is echt een volksclub. Ja, ik noem het ook wel eens Coronation Street hoor, want weet je wel, als je begrijpt wat ik bedoel, maar dat heb je overal natuurlijk. Maar het is een volksclub en mijn familie zit daar. En het is altijd gezellig geweest en er is wel eens iets geweest dat je zegt van nou ik ga, maar ik ging er toch maar niet. Want het kon niet opbrengen om weg te gaan, laat ik het zo zeggen. Nee, zo goed, gezellig was het altijd en er werd ook wel aardig gevoetbald hoor in die periode. Ja, maar goed, ik bedoel, dat is het nu nog steeds. Het is natuurlijk nog een club die, waar als je in de kantine, er is altijd sfeer, het is altijd vol. Ja. Ja. Dat blijft. Dat klopt. Met name op zondagochtend spelen de zondagteams, de 6 teams, die spelen om 10 uur en om 12 uur twee keer drie wedstrijden. Nou ja, dat is een groot feest. Ja. Het eerste elftal is naar de zaterdag gegaan en ja, dat moet nog een beetje wennen, heb ik het idee. Maar geleidelijk aan zal ik daar ook wel weer meer mensen willen zien. Dus dat valt nog een beetje tegen. Hoe was dat voor jou? Want je bent natuurlijk een pure zondagjongen die natuurlijk altijd bij WIC op zondag gespeeld heeft. Op het moment dat die... De clubs konden niet anders hoor, want ik bedoel, anders dan speel je elke wedstrijd in ver weg is dan. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat die overschakeling van die zondag en die zaterdag. Ja, voor mij was het een logisch besluit. Ja. Ik denk dat het bestuur van WIC daar heel goed aan heeft gedaan om die overstap te maken. En ook te zeggen van joh, we gaan lekker op het laagste niveau beginnen. Want het elftal was eigenlijk weer een beetje een opbouw met veel jonge jongens. En nu rijden we in de middenmoot. Dat was ook een beetje noodzaak, geloof ik. Hè? Want ze waren een beetje te laat om te zeggen, we gaan dan kan je niet anders. Ja, ik weet niet hoe het precies dat gegaan is. In de eerste instantie vond ik dat enigszins onhandig. Maar dan had je nu derde klas gespeeld. En ik geloof niet dat dat op dit moment het mooiste was geweest. Nee, dat is ook waar. Goed, jij was 16. En toen maakte je debuut in het eerste van WIC. Wat herinner je nog daarvan? Nou, dat vergeet ik nooit meer. Dat was tegen HDV. Nou, dat weet je, dat was een pittige derby. Nog op het kleine veld voor de kantine. Ja. WIC HDV.
En toen speelde ik tegen Wim Lalleman, die kan je nog herinneren? Ja, die weet, ja, zeker. En ja, die dacht dat jonge ventjes ook wel even uit zijn spel halen. Dat lukte ook bijna. En we wonnen die wedstrijd met 1-0, doelpunt Frank Vrijmoed. Maar na de wedstrijd kreeg ik van mijn grote voorbeeld, Martin Hielkema, zwaar op mijn kloten dat ik in de, laten we zeggen, in de trucjes van Willem Lalleman was gestapt. Want die probeerde mij echt uit mijn tent te lokken om eventjes nou, misschien wel een kaartje te krijgen. Ja. Dus ja, dat herinner ik me wel heel goed. Dat was tegen ADV. Ja, maar goed, dat was in een periode, je was 16, er waren nog een paar jongens, geloof ik. Die jonge leeftijd die ja, ook toen ingepast werden. Ja, ja, Leo Toet, mijn broer, mijn tweelingbroer. Ja. Ja. En André Losheid. Die stond er eigenlijk al een beetje in. Die iets eerder en Leo ook iets eerder. En die kwam er geleidelijk aan, naarmate het seizoen voor, daar kwam ik erin. Ja, ja. Wie was toen jullie trainer? Tom Piet. Oké. Okay. Tom Piet was echt de clubman, voorzitter geweest, ja, alles gedaan. Ja, ja, zeker, ja. En ja, goed. Dat was niet altijd even makkelijk. Want ook bij zo'n club natuurlijk als Wick, je jong ventje, je komt erin. Betekent toch dat vaak de wat oude jongens moesten plaats gaan maken. Nou, dat gaat niet altijd, dan moet je je wel aanmaken. Nou, dat was moeizaam inderdaad, ja. Want dat was een oud clubje bij elkaar en dat was best wel aardige voetballers waar wij tegenop keken zelfs. Ja, wij kwamen erin en ja, dat viel niet altijd even goed bij die oudere spelers. Nee, dan moet je echt wel wat presteren. Ja, ja, nou ja, dat hadden we op straat geleerd. Ja, ja, wat dat betreft was het natuurlijk een periode nog inderdaad, dat zeg, voetballen leerde je op pleintjes en op straat. Hè? Ja. Een stukje techniek en alles. Dat, ja. Maar ook hard, hè? Gewoon durven erin te kletsen. Ja. En, ja, ik ben 1,70 meter, maar ja. Ik ben eigenlijk nergens voor opzij gegaan, mijn hele leven niet. Dus wat dat betreft. Mooi is dat. Maar goed, daarna is het een hele mooie lange loopbaan geworden bij de club. Ja. Daar maak je natuurlijk altijd, ook bij Wick, hoogte-dieptepunten mee. Wat was nou een dieptepunt? Ja, het was eigenlijk het hoogte- en dieptepunt tegelijkertijd. Dat was de halve finale van de HC Cup in 1984. Ja, ja. Wij speelden de halve finale bij KMD uit. We waren al aardig vermoeid, want we hadden niet zo'n geweldig elftal. Maar op dinsdag waren wij meestal beter als op zondag. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. En ja, dat is echt zo. En dus toen haalden we de halve finale van het HC Cup, maar die verloren we in de verlenging van KMD. Nou, daar heb ik echt een paar jaar last van gehad. Ja. Nou, ik kan me dat voorstellen, want ja goed, er was toen helemaal nog geen na-competitie en al die dingetjes meer. Dus heel veel clubs waren vaak al in maart een beetje uitgevoetbald. Ja, ja, dan kreeg je ook de HC Cup. Ja, dat was het. En als je een seizoen had gedraaid kleurloos, dan kon je daar nog eens een keer naam en faam maken. Ja goed, als je een halve finale komt, hoop publiek. Ja. Ja, was geweldig. Toen schakelden we DCP uit. Dat was net naar de hoofdklasse KNVB gepromoveerd met dik advocaat nog. Ja. Daar wonnen we met 2-1 van. Ik maakte toen ook nog een doelpunt, dacht ik. Tegen Postduiven was toen een goede derde klasse. Zeker, ja. Toen ging het, dat is een mooi verhaal, mag ik het even vertellen? Tuurlijk. Nou, dat was Lex Vermeulen stond laatste man. Ken je Lex Vermeulen van Gona en Postduiven? Ja, ja, nou, ja, ja. Die ja, stond ja, laatste man bij de Postduiven. Nou, ik sneed er doorheen. En op de rand 16, ja, hij haalde me bijna in, weet je, dus ik had de bal in mijn voet. Dus op de rand 16 sneed ik me als het ware af. En toen liep hij tegen mijn kuit aan. Penalty, laatste minuut. Ja. Nou, het mooie van het verhaal is, die wonnen we dus die wedstrijd. Het mooie van het verhaal is, jaren later in 1992, vakantie in Mallorca. En ik kom zo met mensen aan de praat. Ik herkende hem niet, maar het was Lex Vermeulen achteraf gezien. Ja. Dus hij zei, waar voetbal je dan? Ik zei, nou, bij Wick. Hij zei, nou, daar heb ik nog eens een keer... nou, dus, mooi, het was geen penalty. Ik zei, nou, en als die gozer zie, ik zei, nou, dat was ik. Ja. En dat is een goede vriend van me geworden. Ja, fantastisch, hè? Ja, ja, dat is wel mooi als je dat krijgt in die voetbalderij. In die periode had je nog die splitsing, hè? Je had KNVB en je had HVB, Haagse Voetbalbond, zou ik maar zeggen. KNVB, afdeling Schravenhagen. Ja. Met name dat spelen in die hoofdklasse van de HVB. Ja. Ah, dat waren wedstrijden, veel publiek, geweldige derbies. Ja. Nou ja, goed, Kranenburg, Westerkwartier, was een grote club toen in de hoofdklasse. Nou ja, Kranenburg, dat weten we allemaal hoe dat gegaan is. Alleen die ploeg had ook moeite om eruit te komen. Hè? Want je kwam er niet zomaar uit. Nee. Want ja, op een gegeven moment promoveerde de eerste twee, dacht ik, als ik goed kan herinneren. Ja, dat was zo. Nou ja, VVM, Maastraat, weet je. Ja. SDO, noem ze maar op. Ja, we waren allemaal Konvliet. Konvliet, ja. Olivio, ja. Dat waren grote elftallen hoor, vergis je niet. Zeker, maar goed, ook het spelen dan in die hoofdklasse, altijd heel veel publiek en veel belangstelling voor. Ja, ja. Je werd kampioen en eigenlijk, ja, dat was niet altijd het leukst, moesten dan naar de vierde klas KNVB en dan zat je weer ergens in de kelder van de KNVB. Ja, dat klopt. Wij zijn toen in, in 87, 88 gepromoveerd. Concordia werd het eerste, was ook altijd een geweldig elftal. Wij werden tweede, dus dat gaf recht op promotie.
En toen ging ik naar de vierde klas, naar Haastrecht en midden in de polder. En ja, dat gek, geen publiek. Nee. Nee. Dus dat was wat minder, qua sfeer zeker. Ja, ik kan het voorstellen. Maar je moet het zo zien, in die koffietenten. Ja, ik kwam nooit in de koffietent hoor. Maar dan hoorde je wel eens van die gasten. Daar werden de wedstrijden al gespeeld. Ja, en geanalyseerd naar de rand natuurlijk. Ja, nou, dat was wat. Ja, wat mooi. In die tijd had je natuurlijk ook nog de HVB. Nou goed, daar was ik zelf nauw bij betrokken als coach. Ja. Je hebt heel wat jaren ook nog in het Haas afdelingsalftal gespeeld. Ja, 6 jaar. Ja. We zijn nog een keer kampioen van Nederland geworden, weet je Tom? Dat weet ik, ja. Dat was, dat was ook een ploeg met enorme goede spelers erin. Ja, ik had altijd de indruk dat jij precies wist die bij FC Den Haag waren afgevallen en die weer teruggingen naar de oude clubje. Net zoals Marcel Bessen en Leo Boer. Ja, klopt. Uit Delft dan, die twee jongens. Ja, ook heel snel. Dat waren goede voetballers, hè? Ja, zeker weten. Nou, Ronald Tellen. Ronald Tellen. Koen het Hart. Koentje het Hart, ja. Ja, dus wat dat betreft, en Richard Langeveld ook bij. Ja, die is de trainer toch, dacht ik nu. Ja. En Tony Middendorf van Archipel. Klopt. Hele aardige man, die kwam ik later tegen bij DSO. Volgens mij is die nu bestuurs- en technische zaken. Verzorger, Henk Bollebakker. Henk, die heb ik laatst nog gezien bij een walking voetbaltoernooi van Duno. Ja, John Bolman erbij als leider. Ja, en meneer, nog een leidartje, weet hij nou niet meer. Zijn zoon is die schrijver voor Tikkie Terug of zo. Chris Willemsen. Chris Willemsen, oude, aardig man. Ja. Dokter Rombaldo, dacht ik. Dokter Rombaldo, klopt, ja, van Kwik. Ja, mooie tijd. Ja, maar dat waren inderdaad, en dan speelde je wedstrijden toch tegen KNVB-elftallen. En het was natuurlijk een afdeling zelf, maar er waren soms eerste, tweede klassers. Nou, die wonnen er niet van. Nee, klopt. We hebben ook nog een keer tegen een Canadese selectie gespeeld. Kun je dat nog voor de geest halen op de IJzerwerf? Nou, heel vaag, maar ik weet het wel. Ja. Maar goed, het zit nu direct weer in mijn... Ja, dat was een mooi elftal. Ik was er trots op dat ik daarin mee mocht spelen, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. Als ik dan jou zeg van sterke punten van Rini Toet, wat zeg je dan? Ja, karakter, hè. Ja. Het was ook wel moeilijk, hoor. Ik had ook wel een moeilijk karakter. Als het niet liep, dan was ik wel eens lastig. Ja, maar ja, je wilde winnen. Winnaarsmentaliteit. Ja, ik teken 2 keer 45 minuten. Ja. Dus ze noemden me ook wel eens de Duitser, weet je wel. Ja. Daar is niks mis mee. Maar als je spelers hebt die het dan wel eens laten afweten, als ze verkeerd aan je. Ja, ook dat. En dan ook, daar kwam dan ook bij, daar ging jij corrigeren en dan kreeg je weer een gele kaart. Ja. Ja, dat klopt. Daar heb ik wel eens na de wedstrijd een woordje over geuit, te maar zeggen. Ja, ja. Bij het afdenken zelf, de kampioenschap van Nederland, dat was natuurlijk ook wel even wat natuurlijk. Ja. Hè? Dat is best wel een hoogtepunt, want ik weet met name Rotterdam was altijd een van de betere tegenstanders, zeg maar. Ze kwamen uit het hele land vandaan, ergens centraal was het toernooi. Ja, en wij hebben toen het kampioenschap gehaald in Hoorn, denk ik, daarbij in Enkhuizen. En toen heb je nog tijdens het toernooi een tweede verzorger laten invliegen, zullen we maar zeggen. Want Henk was de enige en er kwam er iemand bij, want de kamper die schoot erin. Ja, dat was verschrikkelijk, ja. En Hugo Lochtenberg, hè, die speelde ook in dat team. Ja, klopt. Ja, Frans de Kat, heb ik ook nog meegedaan. Frans de Kat, ja. Ja, en Remco Bola van de Tovan. Ja, klopt. Ja, was ook een hele goede voetballer. Ja, was een geweldige voetballer en een fijne vent. Zeker. Als je dan kijkt bij Wick, wie heb je nou meegemaakt zo'n beetje toen als trainer in die tijd? Want je hebt natuurlijk een lange periode gespeeld. Ja, heel lang. Ik ben begonnen bij Tom Piet, laten we zeggen 1974. Dat was eigenlijk een clubman. Die had, ik weet niet eens of hij zijn trainersdiploma had, maar die deed het toch goed. Ik herinner me hem als voorzitter, ja. Ja, voorzitter. Ja. Hij heeft van alles gedaan. Ja. Hij heeft ook bijvoorbeeld de kerstmiddagen voor ouderen, heeft hij vanaf begin jaren 70 georganiseerd. Bij Wick. Ja. En dat is nu nog steeds. Maar dat vond ik wel aardig, want die man heette Tom Piet en ik zal toen ook bij die KNVB zeggen, Piet heb gebeld. Ja. Ja, welke Piet? Ja, Piet, ja. Ik dacht dat hij Piet heette, maar het was Tom Piet. Dat Toen kwam Koos Supser. Ja. Nou ja, dat was een gentleman onder de trainers en die kwam strak in het park en met een pijp. Hè, Heel veel mensen hebben zich altijd maar afgevraagd van inderdaad wat jij zegt. Het was een gentleman, Koos Supser. Ja. Hoe komt Koos Supser voor bij een club als Wick terecht? Ja, nou... Ja, hij was al scheidsrechter geweest, toen had hij Wick wel eens gefloten. Ja. En ik heb het idee dat hij daar ook gedacht heeft van, joh, hier kan ik best mijn dingetje doen. Ja, ja. Maar een geweldige vent. Ja. Geweldige vent. Maar ja, dat blijkt ook wel, want hij is niet 1 keer trainer geweest, want hij is ook nog 2 keer teruggekomen. Hij is 2 keer teruggekomen, hij is 2 keer 3 jaar trainer geweest en 1 keer 2 jaar. Ja. En ik herinner me nog goed dat hij tijdens de tweede periode nog eens een keer een rijsttafel liet serveren in de kantine. Ja. En we zijn ook nog eens een keer naar de sauna bij het zwembad op de Mauritskade geweest. En daar betaalde hij ook de sauna, alles. Ja, die vent was echt, dat was geweldig naar.
Ja. En je rook hem aankomen, hè? Je rook hem aankomen, ja, die pijp. Met die pijp, ja. Ja. Toch veel lucht. Ja, inderdaad, ongelooflijk. Ja, trainer met een pijp. Ben Moeker is ook nog trainer geweest. Ja, Ben Moeker, nou, die heeft het ook heel goed gedaan. En ja, die kwam eigenlijk uit Zeeland. En Ben, die, ja... Ik zei wel eens tegen hem, joh, waarom laat je het gaan? Hij zei, joh, jullie lossen het zelf op. Ja. Daar heb ik veel van geleerd van die man. Ja. Je kan het ook zelf oplossen, weet je wel. Ja, je hebt niet altijd het... ja. En dan John Rietveld. John Rietveld is, dacht ik, 10 jaar trainer geweest. Ja. Daar heb ik natuurlijk een paar jaar onder gespeeld. Ja. Ik ben tijdens zijn periode gestopt. In, laten we zeggen, ik dacht in 95. Maar daarna heb ik ja, officieel afscheid gehad. En daarna heb ik nog wel een paar wedstrijdjes gespeeld. Dus, ja, ja. Maar goed, John Rietveld. Dan, het zal dan een ploeg zijn geweest in die tijd. Met, ja, met een geweldige conditie volgens mij. Ja. Ja, nou ja, hij trainde 3 keer in de week. Ja. Dus, en al moest hij ook op zaterdagmorgen nog trainen. Dus hij trainde dinsdags, donderdags en vrijdags. En zaterdagmorgens, het maakte hem helemaal niet uit als je maar fit was. En dat is inderdaad, dat was geweldig naar. Ja. Maar ja, hij kwam zelf ook een beetje uit de atletiekwereld vandaan. Dus ja, dat was best wel een jongen. Ja, die, ja. Ja. Volgens mij is hij nog eens een keer tweede geworden op de 1500 meter in Nederlands kampioenschap. Ja. Ja. Ja, dat weet ik. Ja, die kon wel lopen, die man. Maar hij was zo fanatiek en hij regelde gewoon alles. Ja. Hij was ook nog een sluw. Want de tweede helft, dat deed hij dan ook toch. Toen deden de trainers nog gewoon 2 elftallen. Klopt, ja. En ja, dan zei hij van nou, zondag kan u de wedstrijd niet naar dinsdag verplaatsen voor het tweede. En dan werd het natuurlijk met die spelers gegoocheld. Weet je wel, nou, en zo werd Wick 2 ook regelmatig kampioen. Daar was hij sterk in, dat soort dingen. Ja, heel erg mooi, goed. Maar goed, luister eens, hij was natuurlijk een trainer die heel veel waarde hechtte aan goede conditie. Maar jij was van nature al iemand die een goede conditie had. Want ja, je bleef in een wedstrijd 2 keer 45 minuten gaan. Ja, ik heb altijd veel getennist en ook veel aan het hardlopen gedaan. Dus ik liep bijvoorbeeld de halve marathon van wat het is, Scheveningen Marathon. Hoe heet die dingen? Nou ja, oké. Die liep ik in 1 uur 32, ja, weet je wel, dat. Dus, ja. CPC lopen. CPC lopen, ja. Ik was hem kwijt, sorry. Ja. Zo'n mooie lopen, dan raak je dat nog een keer kwijt. Nou, ja, ik bedoel, daar zie je ook weer dat fanatisme in natuurlijk. Ja, hè? Ja, als ik dan zondags bij Wick was gebleven, want dat was altijd laat, werd dat zondags. En dan ging ik maandags, als ik thuis kwam van mijn werk, dan ging papa hard lopen langs de Vliet. Ja. Dan zagen ze me weer lopen, ja, dat bier moest eruit. En dan dinsdagavond weer trainen bij Wick natuurlijk. Ja, want tegenwoordig clubs die konden het apart aan. Als ze zo'n derde helft hebben, bij Wick is dat geloof ik elke wedstrijd derde helft. Hè? Standaard, nog steeds. Ja, ja. Ik moet zeggen, bij het eerste helft ook. Hè, nog, ja. Dat zit nou toch lekker lang in de kleedkamer. Dus ja. Dat zie je niet overal meer. Maar dat zie je bij Wick nog wel, bij het eerste helft al. En ook zo'n club, want ik dat zeg ik wel eens gekscheren tegen iedereen. Want luister eens, Wick is op dit moment denk ik een van de grootste clubs in Den Haag. Als je kijkt, met name als je kijkt, ook je senioren, maar ook je jeugd. Dat, we hebben zaterdags 2 senioren-elftallen, zondags 6. En we hebben 20 jeugd-elftallen, dacht ik. We hebben onder 23. Ja, de grootste vereniging, jij moet je niet gaan vergelijken met HVV, HBS. Nee, maar natuurlijk. Ik bedoel ook in kwantiteit, niet zozeer op de kwaliteit, maar wel de kwantiteit. Ik bedoel dat, ja, nou, met name de vrijwilligers. Hè. Ja. Wick heeft heel veel vrijwilligers en dat is eigenlijk de kracht van Wick. Ja. Heel veel, en ik denk wel 150, misschien 180 vrijwilligers. Ja, ja, het is natuurlijk een club, dat geef je natuurlijk zelf al aan. Ik bedoel, dan, als je er eenmaal zit, dan ga je niet zo makkelijk meer weg. Want nee. Je bent dan niet, laten we zeggen, op de achtergrond nog actief bij de club. Ja. Ja. Wat doe je allemaal? Nou, ik maak een nieuwsbrief voor de mensen die geen internet hebben. Dus 1 keer in de 2 weken een wedstrijd aankondiging, feestavond aankondiging, dat soort dingen. Ik zit in de kascommissie. Nou ja, dat is 2 keer per jaar de kas controleren. Ja. En ik help mijn broer bij het veteraantoernooi. Het is een geweldig veteraantoernooi, wat jaarlijks wordt georganiseerd door mijn broer en nog wat mensen. Ja. Wim Roos en Michel Groen, wil even noemen. Ja. Met veel muziek en echt een super veteraantoernooi. Maar ja, ik bedoel, dan zeg je, ik doe even mee, maar de organisatie van zo'n toernooi, dat vraagt echt wel wat inspanning. Ja, dat begint maanden van tevoren. Ja. Het begint maanden van tevoren. Er wordt van alles geregeld. Ja. Een koelinstallatie, maar er moet wel een generator worden neergezet. Ja. Dat wordt allemaal gratis geleverd, ja, hè? Ja, dat soort dingen. Ja. Zodat die katten bier erin kunnen. En voor zo'n club, zo'n dag, is natuurlijk ook financieel natuurlijk heel aantrekkelijk natuurlijk. Hè? Ja, ik weet niet wat de omzet is, maar dat is behoorlijk. Je hebt wel een vermoeden. Ik heb wel een vermoeden, ja. Ja. Maar dat is wel belangrijk. Ja, en clubs die mee willen doen, die zullen in de rij staan, denk ik dan. Ja. Ja, dat zijn echt wel 20 clubs. En ik heb het idee dat het nu alweer 24 clubs worden. Ja, ja. Dus, er zijn al de clubs die komen terug. Dus dat, ze komen allemaal terug. Ja. Ja. En dan is de mond-op-mond reclame heel belangrijk, denk ik ook. Ja. Goed, een speler met zeg ik altijd volop clubliefde.
dan moet je natuurlijk op een gegeven moment wel van balen dat vandaag de dag jongens, dan komen ze ook bij je eerste elftal, dat ze zo makkelijk weer verdwijnen. Een beetje het duiventil-effect, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, dat vind ik wel lastig, want er zijn behoorlijk wat jongens gegaan de laatste jaren. Zie je al je nieuwe jongens voor terugkomen, maar gelukkig op dit moment in het eerste, speelt vijfde klasse hoor, middennood, lopen er veel jonge jongens en dan maar hopen dat ze blijven. Ja. Ja. Maar goed, daar doe je natuurlijk ook hoop voor aan in de sfeer bij de club. Ik bedoel, ik denk dat het natuurlijk op dat niveau zeker heel belangrijk is. Ja, voor zover ik weet gaat het eerste elftal op in januari weer op trainingskamp. En dat wordt allemaal betaald door sponsortjes, dacht ik, als ik het goed... Was niet in jullie tijd, hè? Nee, wel met John Rietveld. Daar ben ik wel mee geweest op. Maar dat betaalde hij zelf, weet je wel. Dus dat vind ik dan niet zo'n probleem hoor. Maar John Rietveld, daar is het een beetje mee begonnen. Ja. Toen gingen we naar Sint-Michiels Gerstel. Nou goed, en dan, je was natuurlijk hartstikke snel op het veld. Heel actief op het veld. Maar ook heel actief als we het praten over het gebruiken van de pen. Want er ligt hier op tafel een aantal boeken. Ja. Ja, wat dat betreft heb je daar zeker niet stil in gezeten. Ja, dus eigenlijk begon het rondom het 75-jarig jubileum. Toen heb ik mijn eerste boek geschreven, Wik 75 jaar. Daar had ik nog één exemplaar van, maar die heb ik aan Rob Fronk gegeven voor zijn museum. Maar deze boek heb ik de laatste jaar geschreven omdat ik eigenlijk vroegtijdig met pensioen ben gegaan. En het is een leuke hobby. Ja, ja. Dus... Maar er zit ook een enorm stuk, het is niet even lekker pen, hè? Nee. Een stukje research wat er al vooraf gaat. Ja, bijvoorbeeld voor het Wik 100 jaar boek ben ik natuurlijk allerlei archieven ingedoken. Ja. En dat is leuk als het een online archief is, maar de meeste archieven na 1968 zijn niet digitaal. Nee. En dan moet je in de microfiches. Nou, als je dat twee uur achter elkaar doet, dan heb je een paar ogen. Dat is niet goed. Een paar losse ogen. Maar ja, goed, maar het is wel een stukje heerlijk als je dat allemaal ziet liggen van dit heb ik toch maar gepresteerd. Dat wordt bij de club natuurlijk ook geweldig gewaardeerd. Ja, 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 ja. En, ja, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat misschien Kwik of HVV van dat soort mensen. Ja. Maar Wik. Ja. Nou goed, het Wik 100 jaarboek ben ik eigenlijk gaan schrijven omdat we er ook wat geld uit konden genereren. Dus met een paar uurtjes winst hadden we weer een potje om dat 100-jarig jubileum te organiseren. Ja. Heb ik trouwens ook in geparticipeerd. Dus het 75-jarige jubileum ook. Het zijn grote feesten geweest. Ja. Perfect georganiseerd door 9 mensen in dit geval. Dus dat boek dat bracht ook nog voor de club wat op. Het is allemaal. Het gaat niet naar mij dat geld, laat ik het zo zeggen. Nou, je zegt al veel vrijwilligers en feesten, ja, dat kunnen ze wel bij Wik. Ja, daar hebben we ook speciale feestcommissies voor. Ja, ja. Ja, dat zijn echt geweldige mensen die daar heel lang mee bezig zijn. En die regelen ook weer sponsors voor de muziek. Ja. Maar goed, die club ligt daar natuurlijk ook best wel lekker. Ik bedoel, je hebt niet direct last van omwonenden. Is denkbaar dat Wik ooit verdwijnt daar, dat Zuiderpark? Want er zijn toen de tijd allerlei geluiden over gegaan. Ja, nou ja, goed, jij weet zelf ook dat er in de jaren 80 en 90 ook al ideeën waren om rondom de wereld eruit te spelen. Toen zaten we bij Spoorwijk, toen zijn we gelukkig terug mogen keren. Ja. In de jaren 80 wilden ze ook een of ander sportpark maken, maar nu heb je natuurlijk de perikelen met ADO. Ja. ADO wil gecentraliseren. Ja. Kan ik me iets bij voorstellen? Ik weet niet wat de status van die plannen zijn. Nee, maar aan de andere kant, dat is natuurlijk het voordeel. Wik is natuurlijk momenteel wel een dusdanig vereniging geworden die ook past in het Zuiderpark, dermate groot is geworden. Ook niet een club die je zo makkelijk bij wijze van spreken uitplaatst, los van het feit dat ze het helemaal niet willen. Ik geloof ook niet dat het gaat gebeuren. Nee. Alleen er zijn misschien wel en dan weet ik het ook niet. Nee. Ik heb wel stiekem in de rond gekeken, waar zou je dan heen moeten, maar wie ben ik? Ik zit helemaal niet in het bestuur of zo om daar wat over te zeggen. Nee, maar ik hoorde wel van Richard Lansing al dat de samenwerking met ADO al goed is. Hè? Er wordt al volop van de velden gebruik gemaakt bij je. De samenwerking met ADO is geweldig. Ja. Die mannen van ADO, die jeugd, die traint elke dag van 5 tot 7 op het Wikveld. Ja, door de week huur je dat veld natuurlijk niet, maar waar Wik voetbalt. Ja. En op zondags kunnen wij wel, als het gasveld afgekeurd is, kunnen gewoon het Adenveld spelen. Ja. Nou, zo ga je met buren met elkaar uiteindelijk om. Nou, dat gaat geweldig. Want voor zover ik weet, mijn broer die heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Ja. Niet alleen mijn broer, maar met name mijn broer, Leo. Op een gegeven moment kwam er een tractor met 100 ballen aanrijden. Dat waren de trainingsballen van de ADO-jeugd. Ja, die ze, in de jaren 2000, 2001 hadden gebruikt. En dat, mochten wij er 2002 mee gebruik van maken, dat soort dingen. Nou goed, zo ga je ook inderdaad met elkaar om. Ja. Ik heb nog één naam niet genoemd, maar daar heb je niet onder getraind. Maar is wel een vriend van je geworden, Tom Boefink. Ja, dat is een grote vriend van mij geworden. Ja. Grote organisator. Ja. Ja.
Maar hij was bij de club ook, past ook heel goed bij toen bij Haden, bij Wick natuurlijk. Ja. Kijk, hij is natuurlijk een hele slimme man. Of is een hele slimme man. Die ziet ook waar de vrijwilligers zitten. En die ging met je in gesprek van, joh, zou dit een leuk dingetje zijn? En dan werd het georganiseerd. En hij Tom is heel enthousiast. Ja. Ja, hij is 3 jaar trainer geweest. Want, normaal is dat ook wel de termijn. Maar voor mij had hij nog wel even mogen blijven. Ja, maar ja, ODB trok weer. Ja, ik weet niet, dat hij toch dacht van, nou, het is leuk geweest met de trainerscarrière. Ja. Ik ga terug naar ODB en op bestuurlijk niveau iets doen. Ja, ja, geweldige vent. Ja, oké. Nou goed, jij bent op een zijspan nog een beetje actief bij de club. Ja. Een bestuursfunctie zit er niet meer in? Nee, ik ben 1 jaar bestuurslid geweest en ik werk het liefst op de achtergrond, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat zijn juist ook hele belangrijke werkers binnen de club. En zo hebben wij er veel. Zo, en je kijkt met heel veel plezier terug op je eigen voetballoopbaan, uiteraard. Ja, ja, nou goed, ik heb 20 jaar het eerste gespeeld, of 21 jaar. En daarna nog een paar jaar een aantal wedstrijden. Dus daar kom je qua officiële wedstrijden misschien wel op 600 wedstrijden. Ja, heel wat. 2002, misschien mag ik dat even benoemen, heb ik nog mee mogen doen bij de, laten we zeggen, de na-competitieswedstrijd Olivio Wick op het Wilhelmersveld. Ja. Mocht ik invallen, nou die wonnen we, na Pinantis. Voel je een beetje Heintje Davids of viel dat mee? Ja, dat is vaak tegen mij gezegd natuurlijk. Okay. Nou, daarna, toen was ik 48, heb ik mijn laatste wedstrijd gespeeld tegen Duno zondag. En toen was Rinus van der Mark nog trainer daar. Ja. En toen dacht ik, nou, we moeten opa kappen. Maar opa heeft in ieder geval een hele mooie carrière gehad. We hebben ze in een kort tijdbestek eens even op terug mogen kijken. Het was bijzonder leuk om het te doen. Rini, bedankt en veel succes nog met wat je doet en uiteraard met Wick. Bedankt voor je komst. Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. Heel graag. En thuis weer bedankt voor het kijken. Dit was weer Oude Gloria aan tafel bij Haaglander Voetbal op TV. Volgende week zijn we er weer. Dan weer met een nieuwe gast. Graag tot dan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Café Locus.